iedereen. Vandaag een iets andere setting. En dat is omdat wij een heel leuk product gaan unboxen. En dat is het volgende product. Dit is hem. Dit is de SodaStream Sparkling Water Maker. En we hebben dit product een tijdje geleden opgestuurd gekregen. We worden niet betaald om deze video op te nemen. Maar we waren wel heel erg benieuwd hoe zoiets nou werkte. En ik ben vooral heel erg benieuwd omdat het mij deed denken aan Orange is the New Black. Omdat Martha Stewart had op een gegeven moment zo'n dingen daar. Ja. Dus vandaar vond ik het heel erg grappig. Het is een heel leuk apparaat. Het is niet nieuw. Het is zelfs al een aantal jaar oud. Maar we hebben het zelf eigenlijk nog nooit eerder geprobeerd. En we zijn heel erg benieuwd wat voor water we hiermee kunnen maken. Wat voor frisdrank. En ik ben ook wel heel erg benieuwd of je dus bubbels kan toevoegen aan wijn. Zodat een beetje dat cava champagne effect heeft. En we zaten allebei eigenlijk een beetje te denken van, hey, hoe cool zou het zijn als je weer prik terug kan brengen in cola of Dr. Pepper. Want ja. Het gaat er altijd heel snel uit en wij drinken het niet zoveel, dus het zou echt super chill zijn. Laten we even kijken wat er in deze grote doos zit. Nou, dit is het apparaat. En hij is zilverkleurig. Je hebt hem volgens mij in verschillende kleuren, dus dat is wel heel erg leuk om uit te kiezen. En dit is trouwens de Power Edition. Er zitten ook verschillende soorten in. Wat echt de verschillen zijn tussen die modellen, dat weet ik even niet. En we zijn nog niet klaar, want er zitten ook nog wat andere accessoires bij, zodat het allemaal gaat werken. Zoals een plastic flesje, speciaal voor mij dit apparaat. En we hebben ook de cilinder. Dit is zeg maar wat ervoor gaat zorgen dat er prik in het drinken kan gaan komen. Deze is dus super belangrijk. Goed voor 60 liter water. En er zit 450 gram CO2 in. Dat vind ik wel een hele grote hoeveelheid. En zijn we nog niet klaar, want we hebben hier ook nog een extra doosje met de kabels. Want we moeten deze SodaStream wel gaan aansluiten op stroom. Volgens mij moeten we deze aan de achterkant van de SodaStream gaan aansluiten. Ja, hier zit hij. Deze cilinder die gaat hier aan de achterkant komen. Als het goed is gaat het passen. Volgens mij kan ik het gewoon wel eraf halen. Nou, hij is natuurlijk niet open, want die gaat pas open als hij hierin zit. Oh ja, nu zit hij. In de rest sta je. Ja, hij zit nu wel vast. Oké. Oeh. Netjes. Nou ja, dat is op zich wel mooi weggewerkt. Nou, toevallig hebben we hier een stopcontact achter. Dus daar hebben we op aangesloten. En ja, ik denk dat we kunnen gaan beginnen. Het is heel erg belangrijk dat je koud water in de fles doet. De plastic fles. Dus, en die gaan we vullen tot deze lijn. Die rand. Ja. En daarna gaan we het doen. Ja, dus ik ga eventjes naar de keuken om te vullen en dan kom ik zo terug. Nou, deze fles bevat dus koel water. Want ik had gelezen dat het heel belangrijk was dat het koel is. Nou, ik zou hem er gewoon onder hangen en dan achter drukken. Zoals ze het ook in de snackbar doen. En dan op een van deze twee moet je drukken, toch? Ja, nog niet. Oh. Blijft hij nu hangen? Ja, weet ik niet. Oh, ja. We hebben hier drie verschillende standen. We hebben eentje met één druppeltje, twee druppeltjes en drie druppeltjes. En volgens mij is het Eden druppeltjes voor heel weinig bubbels. Voor deze is heel veel bubbels. En uiteraard voor extra bubbels. Zullen we gewoon voor twee gaan? Ja. Oeh, die shit. Oh. Dood. Oh. Is het cool? Was dat het? Dat was het? Ja, ze zeiden inderdaad dat het echt 10 seconden maar zou duren. Het was echt 10 seconden volgens mij. Oké. Nou, ik moet even een glas pakken, denk ja, ik. Ja, gaan het proberen. Ik ben heel erg benieuwd of er een beetje prik in zit. Zo, oh, ja. Ja. Dit was de middelste, met de twee druppeltjes dus. Ik ga het gewoon met een rietje doen. Wauw, ja. Ja, het is gewoon spaarrood nu. Wow, dat is echt super cool. Ronde 2. We hebben weer even een fles met koud water. Deze is dus gewoon weer zonder bubbels. Ik wil namelijk heel graag het verschil proeven tussen de 2 druppeltjes en de 3 druppeltjes. Even kijken of we daar veel meer bubbels gaan proeven. En ik ga voor jullie bij deze keer eventjes inzoomen. Zodat je goed kan zien wat hier gebeurde. Want we schrokken net echt omdat er allemaal dingen zouden gebeuren. We gaan voor 3 druppels. Oh, hier gaat hij harder, ja. Ja, dit is duidelijk meer. Wow. Het is wel makkelijk. Het gaat wel makkelijk in en uit, hè. Je hoeft helemaal niet te draaien of iets. Het klinkt nog niet heel veel meer bubbelend, maar we gaan het even proeven. Alright, let's taste. Oh, zo, oh, ja. Het schiet mijn neus in. Nou, ja, je proeft het wel echt. Nee, het schoot niet mijn neus in, maar ik proef wel echt dat het meer... Het zijn zeg maar wat grotere bellen. Kan dat ook?
Die andere waren best wel zacht. Ik heb geen idee. Het is wel echt wat sterker. Ik vind het wel heel cool dat het eigenlijk gewoon gas is. Ja, en ik vind het ook heel erg leuk dat je wel echt de verschillende soorten proeft. Weet je, want het is altijd heel leuk dat ze dat aanbieden. Maar je proeft ook echt wel het verschil. Nou, zelf ben ik niet echt heel erg fan van Spa Rood. Omdat het toch best wel een beetje bitter is. Dus ik hou wel van een smaakje eraan. En er zijn dus voor deze SodaStream zijn er speciale smaakjes te koop. In, volgens mij op de webshop of in bepaalde winkels. En, die hebben wij niet. Nee, we hebben die niet. Wat we wel hebben is dit flesje. Het is ook van SodaStream. Maar deze verpakkingen verkopen ze niet meer. En eerlijk gezegd is deze stiekem ook over de datum. Hij is al 3 jaar over de datum. Hij komt uit 2014. Ja, dus best wel flink over de datum. Ik had niet gekregen van SodaStream hoor. Deze had... had onze moeder nog thuis liggen. Ja, dus wel deze van, we willen toch eventjes proberen hoe het dan zou smaken met een smaakje eraan. Dus we kunnen dan dit gaan toevoegen aan de fles. Maar goed, als het dus niet echt lekker smaakt, dan komt het waarschijnlijk omdat het ding al 3 jaar over de datum is. Ja, maar precies. Inderdaad. Ik ben niet zo van de houdbaarheid datums. Meestal is het, of data, is het toch al langer goed. Dit ruikt ook echt heel vreemd. Dit is de aardbeiensmaak. Ik weet niet hoeveel, ik heb maar wat gedaan. Een scheutje. Het zal wel goed zijn. Oh shit, dit gaat natuurlijk... ik weet niet of het is allemaal... Lekker schuimen. Woe! Zo! deze smaakt echt heel vies. Ja, misschien is het toch wel over de datum, hè? Oké. Misschien kunnen we beter siroop toevoegen of gewoon spulden uit het jaar 2017. First impression van dit ding. Heel erg leuk. Vet. Werkt goed, werkt super snel ook. Dus sowieso als je echt een Spa Rood liefhebber bent. Mijn vriend bijvoorbeeld is echt een Spa Rood liefhebber. Die stopt het bij zijn Suderans, bij zijn appelsap, bij limonade. Gewoon, hij vindt het echt helemaal geweldig. En ik denk dat hij dit ook wel Ik vind het ook gewoon leuk dat het zo'n apparaatje is. Helemaal leuk, maar ja, wij zouden het daar aan de rest niet zijn als wij nu zouden gaan stoppen met dit review. Want zoals Tara ook al in het begin aangaf, zijn we heel erg benieuwd... Wat er gaat gebeuren als we er gewoon een goede of een lekkere witte wijn in doen. Ja, kunnen we er een soort van champagne zelf van maken? Fake champagne dan wel. Gewoon voor skeren bitches. Ja, als je vriendin een champagne wil geven, maar je hebt het geld niet. Ja, laten we het gaan doen. We zijn weer terug. Dit is een fles met witte wijn. Witte wijn, inderdaad. Dus laten we die er ook gewoon in doen. En laten we dan bubbel nummer 2 nemen. Ja, vind ik een goed idee. We hadden wel iets te weinig wijn, maar ik denk dat als hij gewoon hard genoeg blaast, dan is dat prima, toch? Dat is waar, denk ik. Maar ik weet niet, we merken het vanzelf. Het lijkt net een sirene wat ik nu hoor. Oh mijn god, gaat het goed? Wat moeten we doen? Ah! Wat moeten we doen? Moet kan je hem stoppen? Oh my god, hoe kan dit? Hoe erg loopt is dit overgelopen? Ja, nou ja, kom even kijken. Oké, til maar op. Holy shit. Kijk uit hoor. Het ja, ik zie het. Misschien hadden ze voor safe moeten spelen en gewoon de 1 druppel moeten nemen in plaats van de 2 gelijk. We kunnen alsnog even kijken of het heeft gewerkt. En anders kunnen we... op zich, de schade valt wel redelijk mee. Ik bedoel, het is nat inderdaad. En... Alles ruikt naar wijn. Ja. Jawel, ik zie de bubbel zitten hoor. Ja, wel een beetje. Oh ja. Maar half. Ja, het is niet de beste wijn die ik heb uitgekozen. Zeg maar, ja, alsof er maar 1 druppel. Het is heel minimaal maar, de bubbels. Ja, nou, ik vind hem, ja, ik vind hem niet heel slecht. Ja, hij vist wel heel erg lekker. Ja. Dat zie ik wel gebeuren. Het ging alleen even compleet mis. Dus ik vraag me af waar het dan aan lag. Of het komt doordat het wijn is. Ja, ik heb even geen idee. Want dat is wel even nadelig, maar op zich de schade valt mee. Nou, laatste test is dus Dr. Pepper. Ik vind het super lekker, maar het is echt zo'n drankje die heel snel gewoon zijn prik verliest. Dus we dachten, even kijken wat hiermee gaat gebeuren. Maar omdat het net met de wijn een beetje fout ging, hebben we hem deze keer even wat minder vol gedaan. Ja, en kijken of hij dan iets minder gaat bubbelen. En dus niet gaat overstromen. We hebben wel voor de zekerheid even een handdoekje neergelegd ook. En ik ben gewoon heel erg benieuwd, want ik haat het echt om een fles cola te drinken. En dan drink ik misschien 1 glas of 2 glazen. En daarna is die fles dood en kan ik hem eigenlijk gewoon wegdoen. Want ik vind dat niet zo lekker. 1 druppeltje doen voor de zekerheid. Dus minder koolzuur en minder product. Komt die aan? Oh, volgens mij gaat het nu goed. Ja, ik zie hem niet in de... Wow, wat is dat?
voor Ik heb echt zo'n idee dat er helemaal geen prik in zit of zo. Het was heel raar. Ik snap niet zo goed waarom het laatste gedeelte ineens ging roken. Kijk, je ziet het ook een beetje. Dus ik denk dat het wel heeft gelukt. Ja. Of is gelukt. Er is wel echt weer meer prik. Want hij was echt heel erg Het is dood. Nog steeds niet genoeg prik, vind ik. Persoonlijk. Persoonlijke voorkeur. Nee. Zullen we hem gewoon nog een keer eronder doen? Ja, zou ik gewoon de rest van deze fles eronder doen? En dat we dan de twee druppels gaan... Standje 2, ja. Ja, dit was zo raar. Dit is toch raar? Een soort van laatste magic poef. Ik ben benieuwd. Ik hoor hem weer goed vissen. Oké. Okay. Komt een goede rookpluim vanaf? Sorry. Holy shit. Ik kreeg gewoon van zoveel prik. Ik kreeg die... Hij is goed hoor. Ja. Hij is gewoon weer tot leven gebracht. Toch? Ja, dit is echt het perfecte aantal bubbels, vind ik, deze middels. Dat is denk ik gewoon wat je meestal hebt in cola's en Fanta's en Dr. Peppers. God. Dit is echt chill. Dit is echt een soort van, ik zou bijna willen zeggen lifesaver, maar het is niet echt een lifesaver, maar het is wel super handig. Ja, maar hoe frustrerend is het toch als je een hele mooie fles hebt met frisdrank die je gewoon niet opmaakt? Nee. Als je zeg maar een klein huishouden hebt, dus Tara woont met haar vriend, ik woon met mijn vriend. Of als je gewoon überhaupt niet zoveel frisdrank drinkt. Nee, precies. Oh, ik vind deze echt heel goed smaken gewoon. Oké, we gaan het nu nog één keertje doen. Hierin zit dus doodgeslagen Dr. Pepper. Dus echt geen bubbels zitten erin. En we willen nog even standje 3 proberen. Kijken hoe prikkerig die kan worden. En nu gaat hij echt max veel erin doen. Godverdomme, oh, maar kapot. Frizzy! Oké, ik ben benieuwd. Ja, nummer 2 is toch lekkerder, toch? Ja, vind ik ook. Hij is net, zeg maar, net iets Hij wordt net iets bitter. Ja, door, net of iets... Zo. Ik mis de smaak van de cherry en zoetigheid of zo van de Dr. Pepper. Dat komt omdat die bubbels net iets meer zijn. En dat vonden we net ook met het water, dus... Standje 2 is het beste, maar het werkt echt als een tierenlier. Want het feit dat er überhaupt al prik weer in zit. Het is echt alsof het gewoon nu net uit de nieuwe fles is gekomen. Ja. Ik ben echt enthousiast. Amazing. Het werkt gewoon goed. Het werkt gewoon goed, inderdaad. Ik moet alleen een klein beetje testen en proberen, denk ik, voor de juiste afmeting. Zodat je niet een heel wijnvloerkleed krijgt of wijntafel zoals hier. En wat we wel hadden gelezen op internet is dat als je dit ding gebruikt met andere dingen dan water, dan heb je geen garantie meer. Dus het is eigenlijk niet de bedoeling dat je dit doet wat we hebben gedaan. Ja, het zijn een soort van hacks eigenlijk. En in ons geval is het goed gegaan. Maar ja, als je... Mocht het helemaal misgaan, dan ding gaat kapot. Dan heb je dus geen garantie meer. Dan is het echt je eigen schuld. Don't blame us. Voordelen. Nou, we zijn even klaar met testen. En ik moet zeggen, hij is echt goed uit de test gekomen. Ik vond het echt een super cool apparaat. Ja. We konden cola of Dr. Pepper weer tot leven brengen. We hebben zelf cava gemaakt. Of tenminste, zo noemen wij het. En natuurlijk gewoon spaarrood. Dus ik vond hem echt super cool. Nu vraag je misschien af, hoeveel kost het ding? We hebben het even opgezocht. Ja, deze variant is €170. En je hebt nog een aantal andere varianten ook die wat goedkoper zijn. Dit is wel de meest luxere versie. En met die knoppen hier erbovenop. Dus, Het is wel redelijk prijzig, vind ik, eerlijk gezegd. Ik bedoel, het is goedkoper om gewoon spaarrood of een nieuwe fles of Dr. Pepper in de winkel te kopen. En dan heb je natuurlijk ook nog de cilinder die dus ervoor zorgt dat het koolzuur erin komt. Die cilinders, die moet je dus... Om de zoveel liter water of om andere de 60. Dranken. Om de 60 liter moet je die dus vervangen voor een nieuwe. En die cilinders kosten €25. Ik denk dat het wel echt zo'n ding is die je op kantoor neerzet of zo. Of het is niet per se voor iedereen, denk ik, toch? Ja, nee. Maar het is als je echt van spaarrood houdt en als je gewoon leuk vindt om dit soort gadgets te hebben. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je ook net zo enthousiast wordt als wij zijn. Want wij zijn hier echt wel enthousiast over. Ja, dat is een tof ding. Nu ben ik wel heel erg benieuwd waar je allemaal koolzuur aan kan toevoegen. En wat dan bijvoorbeeld leuk zou zijn. Misschien willen wij het wel een keertje gaan proberen.
Ik weet niet of het een nieuwe video wordt. Misschien al een keertje op Snapchat of zo. Of op Instagram. Mm-hmm. Dus laat even weten in de comments welke drank jij grappig zou vinden als daar ineens koolzuur aan wordt toegevoegd. Of het lekker zou zijn. Of juist heel goor. Of gewoon grappig. Ja, inderdaad. Ik ben wel heel benieuwd. En ik ben ook wel benieuwd wat jullie favoriete drankje is op dit moment. Melk, koffie, thee. Kan echt van alles zijn. Laat het ook eventjes achter in de comments. En vergeet ik zeker niet een duimpje omhoog te doen voor deze video. En ik vond het echt een hele geslaagde review. Heel erg leuk om te doen. En vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende. Doei! Doei. Ik was aan het praten, jij en ik. Oh, ja, je zag het. Ja, ik dacht, wat ben je aan het doen?